Dus we gaan een oefening doen die heet de Bossy Massage. Maar eigenlijk is dat een rare naam, want het is niet echt een massage. En het is ook niet specifiek Bossy, maar hij is ooit zo genoemd. En we hebben met de Wheel of Consent Facilitators al 10 keer geprobeerd andere namen te verzinnen. Maar er is niet iets wat echt blijft. Dus we blijven hem gewoon zo noemen. Wat we eigenlijk gaan doen is dat we in de dienen-aannemen dynamiek gaan oefenen. En net op een andere manier dan in het 3-minuten-spel. Wat belangrijk is, is dat je vooraf afspreekt wie begint er met dienen en wie begint er met aannemen. Nou, wij hebben net afgesproken dat jij de dienaar bent, dat ik degene ben die gaat aannemen. De oefening begint dat de dienaar een aantal dingen zegt tegen degene die aanneemt. En ik heb ze daar opgeschreven, dus dat mag jij nu. Dus het is handig als je dienaar ook zo zit dat hij dat kan lezen. Ik ben hier om jou te dienen. Ik doe alleen wat je vraagt, niks meer of anders. Ik doe dat 5 tot 10 seconden en dan stop ik. Je kunt alle tijd nemen die je nodig hebt. Je kunt iedere houding kiezen en ook zo vaak wisselen als je wil. Als ik iets niet wil doen, dan zeg ik. Je kunt dan om iets anders vragen. Dankjewel. Dus het is belangrijk dat de dienaar dat echt even duidelijk vertelt aan degene die aanneemt. Zodat die afspraken helder zijn. Dit is wat we gaan doen. Wat we zo gaan doen is dat Mirjam naast de mat gaat zitten. Het is misschien handig als jij daar even begint. En dan ga ik kijken hoe wil ik op de mat beginnen. Dus ik ga daar maar even zitten. Dus het kan zijn dat ik wil zitten. Of misschien wil ik liggen. Ga ik dat even uitproberen. Van, oh ja, wat is de houding waarin ik het meest comfortabel ben op dit moment? Waarin ik wil beginnen. Ik had hier al wat kussentjes en zo klaargelegd. Dat kunnen jullie ook doen. Wat duidelijk staat en wat belangrijk is, is dat degene die mij gaat dienen, die doet wat ik gevraagd heb 5 tot 10 seconden. En dan stopt hij. Dus dat lijkt heel kort, maar dat is in het begin, noemen we dat, zodat je echt kunt voelen iedere keer van, hé, wat wil ik, kan ik daarom vragen. En ook voor de dienaar om te voelen, oh ja, kan ik dit met een vol hart geven. Je kunt alles vragen wat je wil, de dienaar zegt nee als hij dat niet wil doen. Ik ga jullie allemaal vragen om minstens 1 keer te zeggen, nee, dat doe ik niet, vraag maar om iets anders. Ja, gewoon om te oefenen. We gaan zo een wat langere oefening doen, waarbij we de eerste helft doen we 5 tot 10 seconden. De tweede helft, dan ging ik even met mijn belletje, dan denk ik vanaf nu gaan we gewoon door. Dus in die tweede helft gaat dat wat je gevraagd hebt door totdat of ik voel. Nou, dat is genoeg, dan zeg ik dat is genoeg, dankjewel. Dan stopt diegene of totdat de dienaar voelt, dit is alles wat ik kan geven. En dan stopt hij ook. Dus dan zegt de dienaar ook gewoon. Dit is alles wat ik kan geven en dan stop je ook. Dus dat geeft je ook de kans om te voelen, hé, wanneer is het genoeg als ontvanger? Of wanneer zit ik aan mijn grens als dienaar wat ik nog bereid ben te geven? Dus de eerste helft doen we 5 tot 10 seconden. De tweede helft doen we langer. Er staan ook nog wat tips voor de ontvanger. Wat belangrijk is voor mij is dat je vraagt en dat je wacht met vragen totdat je iets voelt. En iets voelt, dat kunnen allerlei dingen zijn. Je wacht en soms gaat mijn aandacht opeens naar mijn voet. Of zie ik iets voor me, of voel ik ergens iets kriebelen. Dat kan van alles zijn. Of komt er iets voor mijn beeld waarvan ik denk, oh ja, dat wil ik. Bij wat dan ook van dat soort dingen vraag je het. En anders wacht je. Er zijn wel eens mensen geweest bij Becky Martin, die hadden een sessie van een uur en die hebben de eerste 45 minuten niks gevraagd. En dat was de beste ervaring van hun leven. Ze zeiden ook van, dat was mindblowing. Want normaal moet ik altijd wat. En het feit dat ik gewoon niks vroeg en dat dat oké was voor jou, was gewoon mega inzicht. Dus vraag alleen als je voelt, er komt iets. Dus neem ook de tijd. Wacht tussen 2 verzoeken minstens 20 seconden. Ook al weet je het wel. Geef jezelf even 20 seconden de tijd om te wachten. Soms verandert het namelijk nog. Dus vertraag iedere keer.
Probeer je verzoeken zo precies mogelijk te formuleren. Daar hebben we het eerder over gehad. Hè? Hoe preciezer je het formuleert, hoe beter die ander ten eerste kan zeggen, ja, dat wil ik je geven of niet. En dan komt het ook meer in de richting van wat je eigenlijk doet. Neem pauzes, check in met je lichaam. Dat is wat ik zei, doe in ieder geval die 20 seconden. Je kunt het op twee manieren vragen. Je bent in het aannemen kwadrant. Dus daar houdt normaal in dat je vraagt, wil je? Wil je dit of dit doen? En dit is een hele leuke oefening om met taal te spelen. Dus ik kan in die hele range vragen. Ik kan vragen, zou je alsjeblieft, als het niet te veel moeite is, dit voor me willen doen? Ik kan vragen, wil je? En ik kan ook zeggen, doe dit. Ik zal het zo ook laten zien. En daarmee kun je ook bij jezelf ervaren van, hé, wat gaat me makkelijk af en wat niet? Ik weet dat in het begin, als ik dan een opdracht mag, dan zei ik erna toch nog snel achteraan, alsjeblieft. Anders voelt het oncomfortabel. En ik weet ook nog dat opdrachten geven over knieën of benen of zo ging prima, maar om te zeggen, raak mijn borsten aan. Nou, dat heb ik echt 10 keer geprobeerd te zeggen. Iedere keer deed ik mijn mond open en er kwam gewoon niks. Er kwam gewoon niks uit. Totdat Betty op een gegeven moment zei, je hebt nog 1 minuut. Er kwam nog een beetje tijdstuk op. En toen vloekte het er wel uit. Maar dat kan dus. Dus je kunt ook dingen tegenkomen waarvan je merkt van, oh, hier ben ik comfortabel in om het te vragen. Want het lukte me wel om te vragen, wil je mijn borst aanraken? En, maar wat zijn dan de dingen waar je misschien wel een opdracht over kunt geven of welke niet? Dat helpt tot zover? Okay. Dus dan ga ik liggen. Ik merk dat ik mijn bril even afdoen. En het kan dus ook zijn dat je de hele sessie zo ligt, zonder dat die ander aan je komt. Het kan ook zijn dat ik op een gegeven moment aan haar vraag, wil je daar zitten en over mij waken terwijl ik een dutje doe? Dat kan ook. Wil je mijn deze voet vastpakken van dit linkerbeen en hem dan zo uitstrekken en optillen. Even kijken of ik die heldere groeien nu wil. Ja, en dan wil ik graag dat je gaat staan. Staan? Ja. En je... Ja, bij mijn enkel. Ja? Ja, daar. En dan hem eerst uitstrekken. Zo? Ja. En dan zo optillen. En wil je dat ik er wat meer aan trek of gewoon zo? Probeer eens om aan te trekken. Iets minder. Ja, zo. En dan nog verder optillen. Ja, zo. Tot hier. Ja, dus we zoeken dat... Ja, tot daar. We zoeken dat moment dat ik voel, ja, dat wil ik. Oh, nog iets verder. En dan is het 5 tot 10 seconden. En dan is het fijn als ze me rustig. In plaats van het los te laten. En dan wacht ik dus, dan pauzeer ik. En Mirjam zorgt op dat moment dat ze geen fysiek contact met mij maakt, zodat ik echt bij mezelf kan voelen wat ik wil. En misschien voel ik van, oh ja, ik wil een houding. Dat voelde ik nu. Streel zo over mijn hoofd en dan zo mijn haar. En daarna met deze kant van je handen mijn wang. En eigenlijk pauzeert zij dan even en wacht ze even en voelt ze in. Of ze bereid is dat ze doen. Ja. Ze zat waarschijnlijk op de schaal van bereid zijn heel dicht bij willen. Met iets vlakkere handen. Ja. Ja, en minder druk. Nog zachter. Iets meer. Iets minder druk bedoel ik. Ja, en dan zo helemaal door langs mijn hoofd. Ah, ja. Ik ga nu maar naar mijn wangen, want anders is het tijd. Alleen aan deze kant. Ik moet vlak. Ah ja, zo.
als ik voel dat het genoeg is en de 5 tot 10 seconden zijn nog niet voorbij, of zij gaat per ongeluk langer door dan de 5 tot 10 seconden, kan ik gewoon zeggen dat is genoeg. Zou je misschien, als het niet te veel moeite is, als je er geen last van hebt, voor mij een dekentje willen halen voor over mijn voeten? Je kunt wellicht al in je eigen lichaam voelen wat bepaalde manier van spraakgebruik bij mij, bij jezelf teweeg brengt. Dat je daar iets van vindt. Ja, wil je hem dan om mijn voeten wikkelen, dus onder mijn sloffen en op, ja, niet bij mijn benen, maar echt alleen bij mijn voeten. Ja, en dan ook zo doen. Kan je hem aan die kant iets meer inzetten? Mm-hmm. Ja, zo. Ah, wat fijn. Wil je nu met je tong over mijn knie likken? Nee, dat wil ik niet doen. Je wil iets anders vragen. Wil je dan met je tong in mijn oor likken? Nee, dat wil ik ook niet doen. Wat jammer. Wil je zo over dit stukje van mijn arm zo heel lichtjes strelen met deze twee vingers? Oh nee, doe toch maar niet. Dus je kunt je ook bedenken. Dat is ook oké. Ben jij een klein beetje. Nou, op die manier ga je doen. Dan op een gegeven moment zeg ik ping. En als ik dan iets vraag, dan gaat zij in principe door. Mirjam, ga op mijn voeten zitten en knijp dan in mijn knieën. Hoe op je voeten zitten? Ik denk met je billen. Ja, ja, zo. En dan zo van... Kan je ze eens draaien, om te kijken hoe dit voelt. Nog een beetje draaien. Nee, terug de andere kant op wat je nu deed. Ja, zo. Oh, dat wordt te zwaar op mijn tenen. Dat is goed, dankjewel. Dus op die manier ga je dan verder. Is dat helder? Zijn daar vragen over? Geen vraag, maar ik merk ook enorme weerstand graag. En is dat bij de een of de andere rol? Vooral die nagel. Iedere keer dat en dat. Maar ook dat ik zelf begrijp hoe kan vragen. Ja, weet je, en je kunt kiezen, ga je in de oefening of niet. En ook als je in de oefening bent, misschien zeg je al die nou wel overal nee joh. Of misschien zeg je alleen als je lief vraagt en daarna dankjewel zegt. He, dus je kunt kijken van, is het te veel nu om te doen? Dat kan. En je kan ook kijken, wat maakt het voor mij net comfortabel, net haalbaar? Welk stapje maakt dat het te doen is? Want dit is dezelfde dynamiek waar je eerder ook al dat voelde, he, dat het lastig was. Dus daar kun je in kiezen. En je kunt ook kiezen om te zeggen, hey, ik ga met twee anderen in een drietal en ik ga puur erbij zitten om het te voelen en te observeren, zonder het zelf te doen. Ja, dat kan. Je kan ook zeggen, ik doe het kort. Nou, ik wil het wel aanraden. Ik ben gewoon benieuwd, wat is daar dat stuk op mij zo getriggerd? Ja. Dus dat is, ja. En als je de nieuwsgierigheid erin kunt brengen, helpt dat. Ja. Zo van, hé, wat gebeurt daar nou? Dat is wel interessant. Ja, zeker. Ja. Andere vragen?